Ja, we hebben over Israël gesproken worden. Ik hoorde net de naam Israël vallen. Nee, ja. Hoe, wat, wat, wat denken jullie van de situatie nu in Palestina? Bro, het, het is een situatie die eeuwig bezig is. Sinds eh. wij drie jaar uh, geboren zijn, ah, ah, ah. onze ouders hebben dat gekend. Deze woord, Hun uh. ouders hebben dat gekend. Eh. Dat is een. Uh... Waarom, waarom, ja, waarom zie je. Ik ga je voorbeeld geven. Hè. Wanneer we in 2011 de. de de regering van Assad zagen, die zijn eigen burgers neerschoot. Direct sancties. Weinig, ja. Het ligt ernaast. Direct sancties. En als je nu ziet dat er ja, hele flatgebouwen worden platgebombardeerd in, in residentiële buurten, ze zeggen natuurlijk, ja, daar zit Hamas, maar bon, ja... Die foto's die ik heb gezien, dat waren allemaal kleine kinderen en, en, en niemand zegt iets. Oh. Weet, weet jullie nog, toen Arafat er nog was, ja. Ja. toen had je de indruk dat, oké, okay, dat was een baas, maar... Ja. Er was dat. Is cool, ja, er leek... Don't fuck with me, I won't fuck with you. Ja, dat waren ah. ook zijn woorden. <laughs> ja. Dat was hun koude ja. Wat Ik had ook het gevoel, wanneer Arafat er was, had de Palestijnse zaken gezicht. Ja. Ik ja, nu, nu is er niemand dus nu, echt aan. Uh, nu nu heel, is het zo heel... Beeld. Ja. Wie is de, wie is de woordvoerder, wo woordvoerder van de Palestijnen? Nu, nu praten ze meer over de Hamas ja. dan over alsof de... Dat, alsof dat, dat de representatieven ja. is van een, van een Palestijn. Maar ja, hier langs de andere kant, ja, ze zeggen ja, Hamas zijn terroristen, maar bon, als je in Gaza woont... Maakt niet uit wie je hulp biedt. Snap je zo en je hulp krijgt? Letterlijk. En, wat dat, wat ik dat zou ook zeggen. De oneindige oorlog is het feit van een land als Amerika, dat een, uh, met, ay, met een raket van 5000 dollar, een tentje van 10 dollar plat gooit. Als jij dan die scherven vindt, en daar staat op Made in USA. En een deel van je familie zat in die tent. Radicaliseert je dan niet? Absoluut. Hè. En dan heb je na tien jaar, ei, kinderstrijd, zoals de Yemenis ook, hein, kinderstrijd. Nee, is die, ja. met, just, just, die worden ja. gewoon tegen elkaar opgezet. Ja. En op, ei, op, 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 op je acht, negen jaar heb je niet de redenering om te beseffen dat je bespeeld wordt. Social media heeft ervoor gezorgd dat, zou, het, zou dit gebeuren tien jaar, uh, twintig nee. jaar geleden, dan zouden de media kunnen zeggen van. Dat dat al, maar in het begin ja, hebben ze het nog ook ja, wel proberen te spinnen. Ja, 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 Daar waren ze dat nog aan het doen alsof. BFT, alsof ja, ja, ik ja, 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 ja het was heel, heel was opvallend. He. Om dan te beseffen van. De, De liegen. Ja, ja, jullie is, zijn aan het liegen, snap je? Dat is waar ik. wel mijn duimpje moet geven aan al die movements op zich. Want nu kun je er niet naast kijken. Want je hebt voor Movement A, B, C, D, E iets gedaan. Nu kun je voor dit. Niet naast kijken en niet doen alsof je het niet gezien je hebt. Het, ja, ja. En op zich, dat je daarmee eens bent of niet. Hier maar iemand moet tegen de Israëlse staat kunnen zeggen: kijk, nu gaat je over. Tja. Ja, maar niemand doet dat. Hè. En het probleem is: ik heb altijd de in indruk gehad dat wanneer andere landen, een, een, bijvoorbeeld toen uh, Oekraïne en ja. Rusland ruzie hadden, ja. dat China iets te zeggen had, dat Turkije iets te zeggen had, dat bijvoorbeeld Frankrijk iets te zeggen had, dat uh, de VS iets te zeggen had. Ik heb wel de, de indruk hadden. dat Turkije wel... De president van Turkije die heeft wel gezegd van... Erdoen. Ja, ja maar st die, stop, uh, uh. Die heeft al gezegd, van heel lang geleden, dat hij een probleem had met Netanyahu. Uh, uh. Het probleem is... Ik heb ook de indruk dat... En nu moeten we ook dat eerlijk wel, zijn uh. voor de Israëlitische uh. volk. Gewoon volk. Nee, niet de, de, nee, 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 niet de, de gasten... Niet de Zionisten, aan, ja, aan ja, de Zionisten ja, ja. maar de, de gasten... De mensen. Ja, gewoon de mensen zoals wij ook, mensen zijn die. zijn onder. Uh, hoe zeg je dat? Otage weer? Hostage. Um, um, ja, ja. ja, ja. door Netanyahu. Ja, ja want maar Netanyahu gebruikt hun. hun uh, Jodendom. Ja, en, en het grappige is net aan jou, ik weet niet of jullie dat al hadden gezien, net voor die oorlog weer begon of die, 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 die bombardementen op Gaza, het zat niet veel geschild of ze hadden hem buiten gestemd. Hè. Ja, ja, had, heel ja, ja, veel, had heel veel corruptie. een ja, um, vrouw manier. die ook blijkbaar miljoenen van, zo, de, van de Israëli's had, 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 Want, had verduisterd. Dat is, en zo. Dat is die Nationaal Partij daar. Voilà, ja, 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 dus hij was niet goed bezig. En dan opeens tijdens Ramadan, de Ramadan, laatste weken van de Ramadan, ging oh, je, je mensen dan beteren in de Al-Aqsa-moskee. Dat is dat is een heel... Om daarom traangas te gooien, wat denk het, je dat de mensen daarmee gaan kunnen lachen? Ik vond het heel, heel laag dat ze dat deden in een periode waar ze wisten... Dat de, dat dat het, de vijand zwak stond. Absoluut. heel En laag dat de Palestijnen de geen één idee hadden om echt uh, Israël te gaan aanklagen. Of, ze gingen gewoon bidden. En, het ging juist het einde zijn van de ramadan. Ze gingen ja, ja. gewoon chillen ja. met hun familie feesten en het, dus, het dus veranderde mijn, mijn, in een uh, hol. Ja ja, ja, slag, ja. absoluut tuurlijk. En mm -mm. ik ben sorry. En ik ik zeg gewoon altijd. Dat, ik denk aan op het terrein de Palestijnen zoals de Israëlieten echt de de uh, innocence. De mensen. Ze zijn zij elkaar. Ja. We maar we, ze hebben geen macht. Maar weet je wat grappig is? Ik denk dat degenen die daar de meeste problemen zorgen, niet per se die Israëli's zijn die daar wonen, maar die mannen uit New York, uit Rusland, ja, die de denken: je, wij, wij dat, zijn, die, zijn die, onze wereld. Die settlers, ja. die mannen, ook, als, die maken daar echt wij, problemen. Ajai, want, allee, hoe kan dat nu? Dat we dat allemaal, als wij door Brussel lopen, kijken wij vies naar, ajai, naar, naar een, een vreemdeling dat hier gelandt. Nee, dat is ook ja. een mens, die heeft ja, ook een dak boven zijn hoofd nodig. Maar als je de media volgt, dan ga je die mensen beginnen viseren. Ja, maar bon, langs de andere kant. Ik heb hebben jullie die video gezien van die um, uh, settler die gewoon zegt tegen die Palestijnen, Dat oh, doet het gezien. normaal. ja. maar ja, maar, uh, I'm stealing your house, en uh, if ja, I don't ja. steal it, somebody else is going steal it. Ik zeg, ja. ah, putain. Ja. Dat is... dat is... Maar uh, dat is in, uh, van alle mensen, jullie ja. zouden beter moeten weten, want dat is exact wat de, wat de Duitsers toen hebben gedaan. Snap je? Ja. Toen, toen, uh, toen, toen de Duitsers zeiden van, kijk, nu ga je een ster dragen. Ja, en voilà. That's fucked up. Toch? Die hebben dat meegemaakt, dus ik snap niet, hoe, nu, hoe kun maar kunt nu is, je dat verhogen? Voor... Nu is het anders. Hè. Nu is, het is, het is eigenlijk, in eerlijkheid, is het, het huidige Zionisme, de manier waarop dat nu oorlog gevoerd wordt, een combinatie van het nazisme en de apartheid. Exact.